Een oud fabrieksgebouw in het centrum van Drijssel. Sinds twee jaar is het de uitvalsbasis van een twintigtal Noord-Franse jonge kunstenaars en muzikanten. Met een eigen studio, repetitielokaal en crea-ruimte. Iets waarvan onze Vlaamse jongeren alleen maar kunnen dromen en dat ze graag eens bezoeken. Dat is de, releases. de infrastructuur mag dan al beter zijn dan bij ons. Tijdens de ontmoeting blijkt nogal gauw dat Franse en Vlaamse jongeren die aan cultuur doen, met dezelfde problemen te kampen hebben. Waarschijnlijk is ook overal een beetje het probleem dat er uh, te weinig afgesproken wordt tussen de verschillende organisaties, waardoor dat er uh heel veel dingen op dezelfde dag gebeuren die elkaar dan beconcurreren natuurlijk. Of het nu gaat om rock en roll, of het gaat om vijing, of het gaat om jongeren die bezig zijn met straattheater, dat ze eigenlijk het niet zo makkelijk hebben om zichzelf bij de zogenaamde beroepssector, de zogenaamde professionele kunstensector, ook serieus genomen te laten worden. Daarom moet Gouvele Nog meer dan alleen maar een ontmoeting tussen Vlaamse en Noord-Franse jongeren worden. Het is de bedoeling dat ze ook effectief gaan samenwerken. Bijvoorbeeld eind december is er een kortrijkse hip-hop collectief dat in Roubaix een, uh, een optreden gaat geven. In januari zijn er een aantal uh, Noord-Franse chansongroepjes, jonge chansonniers, die uh, naar Avelgem komen. Zij komen eens bij ons, wij komen eens bij hen. En ik uh, ben wel zeker dat zij. Uh... Ook plaatjes en muziek hebben uh, waar wij nog iets van kunnen leren en omgekeerd zal dat ook wel zo zijn. Troevele nog past in het grensoverschrijdende Passepartout-project dat wil jongerencultuur in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen beter op elkaar afstemmen.